take this road. Welkom bij Wegwerken. Ik heb een heel eind gereden op mijn scooter, want ik ben heel dicht bij Brielle en bij de Groene Kruisweg. Want hier achter me ligt de Harmse Brug. Het is een hele belangrijke route richting Rotterdam. Ja, en die brug gaat verbouwd worden, dus ik ga eens kijken. De brug heeft nu nog 3 rijstroken, maar daar gaan we er 4 van maken. 2 zijn er nu richting Brielle, het zuiden, en eentje maar richting Rotterdam. Dus richting Rotterdam gaan we er 1 bij maken. En dat gaat ten koste van dit oude fietspad. Ja, en dat kan ook makkelijk, want inmiddels ligt er al een nieuwe fietsbrug waar de fietsers dus overheen kunnen. Gemeentewerken werkt in opdracht van Rijkswaterstaat keihard om de extra rijbaan te realiseren. Het betekent alleen wel dat de brug 2 weekenden afgesloten zal worden voor al het verkeer. Dit is in het weekend van 28 oktober, vrijdagavond 11 uur, tot maandagochtend 31 oktober, 5 uur 's ochtends. En er is een weekend in november. Vrijdagavond 4 november, vanaf 11 uur, is hij afgesloten tot maandagochtend 7 november, 5 uur 's ochtends. En natuurlijk zijn er dan omleidingen. Tijdens weekendafsluitingen staan de omleidingenroutes vermeld op de gele borden. Verkeer uit Hellevoetsluis en Brielle in de richting van Rotterdam wordt omgeleid via de N218 Zwartewaal-Heenvliet en de Hartelbrug naar de A15. Verkeer uit Hellevoetsluis en Brielle in de richting van Rozenburg of Europoort wordt omgeleid via de N218 Brielle-Oostvoorne naar de N15. Op 22 november heeft de Harmse Brug er een extra rijstrook bij. En ja, dan rijden we net allemaal weer wat lekkerder en vlotter naar Rotterdam. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op de website van Rijkswaterstaat. Maar je kunt het ook vinden op rotterdam.nl. Tot volgende keer bij Wegwerken. We are...